Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag iets bijzonders doen, eigenlijk heel bijzonders. En naast me staat een collega met wie ik meeloop. En ik ben heel erg benieuwd wie van jullie herkennen nu al, zonder dat hij zijn naam nog even gezegd. Ik denk het wel, maar we gaan gewoon eens even vragen wat we gaan doen. Voor de mensen die denken van, hey, die meneer die ken ik niet, ja. Waar zou die ze van moeten kennen? Al sinds jaar en dag blik op de weg, voorheen tenminste. Ja. En de laatste jaren, sinds 2008 doe ik wegmisbruikers. Een van de vaste chauffeurs. Dus daar zouden ze mij van kunnen kennen. Oké. Okay. Vul ik het zelf even in. Je werkt dan bij Team Verkeer hier in de eenheid... Noord-Nederland. Noord-Nederland, ja. Ik twijfel even. Ja. Noord-Nederland is het. Ja, dat is de gigantische eenheid die we hebben natuurlijk. Ja, we hebben de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Dat is een enorm oppervlak. We hebben ook drie locaties waar wij zitten. Het bureau in Leeuwarden, Groningen en hier in Assen. Nou, vandaag zijn we in Assen. Uiteraard voor de TT heb ik jou uitgenodigd. En ja, we gaan gewoon kijken wat voor geweldig feest dat is. En we gaan er gewoon een leuke dienst van maken samen. Oké, okay, ja, want ik wilde inderdaad altijd vragen, wat gaan we doen? We gaan dus naar Assen. En het achtergrondlawaai houdt op, dat is een goed teken. En, kijk eens voor de liefhebber. We kunnen mooie beelden maken. We gaan rijden in de Audi. Maar we gaan, ik ga drie diensten meelopen. Yes. Vandaag rijden we dus opvallend in de Audi. Correct. Of de snelle interventie heet dat toch, geloof ik ook. Officieel de SIF voertuig. Wat gaan we morgen doen? Of kunnen we niet zeggen? Ja, zeker wel. Morgen gaan we gewoon onopvallend rijden. Met een onopvallende auto. Geen videoauto, maar de onopvallende auto. En zaterdag zul je meegaan in de videoauto. Oké, okay, gelijk even een vraag. Waarom is de ene wel met video uitgerust en de andere niet? Waarom niet allemaal met video als je voor verkeer bezig bent? Of? Ja, de videoauto is op zich natuurlijk best een bijzonder voertuig. Waar we een bepaalde doelgroep proberen aan de kant te zetten. En dat is maar een klein deel eigenlijk. En ja, om daarmee te werken moet je al voldoende opgeleid zijn. Dus je moet al de mensen hebben. En dat is gewoon lastig. Dus als wij alle auto's daarmee uit zouden gaan rusten, dan beperk je jezelf eigenlijk qua inzet met dat middel. Ja, zo. Nou, duidelijk verhaal zo, denk ik. We gaan de auto klaarmaken en ik zal nog even wat mooie beelden maken van het voertuig waar we vandaag in rijden. En tijdens de rit zal ik nog wat vragen stellen over de werkzaamheden die Niels doet. En we gaan eerst even naar de briefing nog, toch? We gaan even kort naar de briefing en dan gaan we de weg op. Oké, okay. Let's go. Yes. Ja, Niels, we zitten nu in het voertuig. We gaan even inmelden met de meldkamer. Plot. Dat is denk ik hetzelfde als altijd, toch? Dat is niet zoveel anders aan. Nee, precies hetzelfde als elk ander voertuig. Wij melden ons gewoon in met de mobilefoon en de portofoons. En dan zien zij ons gelijk verschijnen op de kaart. Dan weten ze dat we er zijn. Oké. Okay. Even een vraag voor mij, hè. Ik ben nu jouw bijrijder. Zijn er nog dingen anders nu in een SIF voertuig zitten? Daar waar rekening mee moet houden? Moet ik wat doen? Of nee. Moet ik gewoon dom voor mij uitkijken? Doe gewoon wat je anders ook doet. Okay. Rustig voor je uitkijken. Ja. En af en toe wat maar dat klinkt beter. Zo ongeveer. Zo gaan we maar doen, denk ik. Nee, helder. Hier zit ook gewoon een toetsenbordje en eventueel mails en dat soort dingetjes. Ja. En voor de rest is het eigenlijk precies hetzelfde als een normale voertuig. Navigatie natuurlijk. Klopt. Knopjes zien er wat anders uit. Maar, we hebben hierin alleen de mogelijkheid om naast de mobilefoon ook een portofoon te gebruiken als een mobilefoon. Dus we hebben twee spreeksleutels, één voor de mobilefoon en één voor de portofoon. Ja. Dus om gewoon makkelijk om twee kanalen tegelijk te kunnen uitluisteren. Het heeft te maken dat jullie natuurlijk wat gespreide werkgebieden hebben, denk ik. Ja, precies. Is dat in elke eenheid zo of is dat wel een beetje regio gebonden? Want volgens mij hebben we dat bij een ander voordeel dan alle, niet gezien. Nee, alle shifts hebben dat. Oké. Okay. Ja. Cool. Hier rondom het circuit zitten heel veel campings. Die beginnen nu langzaam vol te lopen. Daar zullen we straks ook nog wel eventjes gaan kijken. Ja, we rijden nu eerst eventjes richting het circuit zelf en de hoofdingang. Dus ja, we gaan gewoon even kijken wat er allemaal te doen en te beleven valt op dit moment. Er is nog niet heel veel publiek, maar dat wordt vandaag en morgen, vanavond en morgen bedoel ik, wordt het wel anders. Ik begrijp een beetje uit je woorden dat vandaag begint de eerste toestroom en morgen wordt het gewoon druk met het publiek, hè? Ja, je ziet nu al
dat er heel veel caravans en campers bij gaan komen op de terreinen. Maar de grote toeloop zal morgen zijn. Dan is het vrijdag. Dus dan voordat zaterdag de kwalificaties gaan beginnen, ja, dan zie je echt gewoon enorm veel mensen bijkomen. En kun je dan, want nu is het relatief rustig hier, kunnen we hier nog lopen en rijden morgen? Of is het echt... Met aangepaste snelheid. Ach, hel. Ja, hey, er staat dus een monster truck. Sorry, inderdaad. Hoe vaak heb jij al de TT gewerkt? Of ben je er ook als privé geweest? Of altijd geweest? Nee, ik heb altijd gewerkt tijdens de TT. Ik ben wel op de baan geweest. Ik heb ook langs de baan wel gewerkt tijdens de races. Ja, het is gewoon prachtig. Ik heb hem nu al, ik denk 18 of 19 jaar dat ik hem draai. Omdat ik erbij ben geweest. In alle vormen, op de motor, op de fiets als biker. Wow. In de horeca, op het kermisterrein en de laatste jaren bij verkeer. Het is wel een evenement voor de hele regio. Is het dan ook zo dat collega's vanuit de hele eenheid of misschien ook buiten de eenheid die worden geleverd? Het is echt een landelijk iets. Landelijk zelfs. Voorheen was het een 100% dag voor de eigen mensen hier in Noord-Nederland. Ja. Nou, dat is er nu wel af. Het is allemaal wat beheersbaarder geworden door allerlei slimme ingrepen. Ja, crowd management, dat soort dingen. Maar vanuit het hele land, vooral de ondersteunende diensten, ME, OG, de beredenen, soort dingen, die komen hier uiteraard vanuit het hele land naartoe. Nu rondom, daar is het circuit trouwens. Ja, daar zie je alle vrachtwagens van de teams staan. Alle raceteams met alle trucks. De paddocks waar we eigenlijk op kijken. Hey, en nou, ik ben echt een leek, hè? Maar een hele stomme vraag. Wat gebeurt er de rest van het jaar met dit circuit? Nou, er is eigenlijk iedere dag wel iets te doen. Nou, toch wel. Dus gewoon, er wordt wel meer gedaan dan alleen nu. Ja, nee, maar qua motorwedstrijden heel veel. Autowedstrijden. Ja, er gebeurt echt wel heel veel. Oké, dan nog misschien een hele domme vraag. Ja. Is het dan alleen maar geschikt voor motoren? Of ken je ook autoracen zo? Ja, geen Formule 1. Dan hadden we iets dat was mijn tweede vraag. Dan had er iets meer aangepast moeten worden aan het circuit. Ja. Het is echt van oudsher uit is het een echt motorcircuit. Zo is het ook ingericht. Voor auto's kan het ook prima. Maar wil je Formule 1 doen, ja, dan zul je iets meer moeten aanpassen. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Komen er dan ook heel veel toeristen hier op af? Of is het voornamelijk wel een Nederlands feestje? Ja, het is vooral wat hier uit het land zelf komt. Maar we zien ook heel veel Duitsers, Denen die op de motor komen. Denen? Ja, Denen. Noorwegen enkele. En soms verder weg, maar Belgen uiteraard. Veel Engelsen. Ja, die zeggen dat je met hierheen wel hoop. We hebben best veel Engelsen. Okay. En, eigenlijk van alles wel wat, maar laten we wel wezen. Het grote interesse is gewoon Nederland. Ja. Punt. Hoeveel bezoekers over 2-3 dagen zijn er? Het gaat optellen, weet ik niet. Maar ik denk als je zondag kijkt, het circuit vaak al rond de 100.000. En dan nog de campinggasten en alles eromheen. Dus het is altijd lastig om een inschatting te maken. Maar iedere dag, zeker de race dag zondag, zitten we boven de 100.000. Een short kabel om mevrouw. Ja. Hij kan misschien nog strakker, maar dat belemmert de ademhaling. Nee, maar het mag niet. Het mag niet. Nee, tenzij jullie een vergunning hebben van de gemeente dat het een stoet is, parade. En dan kun je dus. Oh, mee. Dat er iemand. Dan zou je mensen op wagens mogen vervoeren. Maar nu eigenlijk niet. Nou. En zwaaien op het beeld! Burn-out! Veel plezier, hè? Burn-out!
Oké, we zijn hier. Dit zijn dus de campings. Je ziet het veel Duitse vlaggen, zie ik ook al. Nou, daar net waren wat Nederlands aan het stem te horen. De muziek. En ik hoor echt. Ze willen allemaal dat we heel hard rijden. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Hij kan het wel, heel goed. Ja, maar dat was niet hard, met de toeren al open draait, toch? Ja, dan is even wat geluid. Ja, dat is het feest, hè? Dat hoort er gewoon bij. Ja. Maar mag ik dan ook zo zeggen dat we wat coulanter zijn als politie tijdens het evenement? Ja hoor. Ja, wat zeggen we nou? Daar doen we wat minder moeilijk over. Waar zijn we heel streng in? Puur de veiligheid. Veiligheid. Als mensen rare dingen doen wat gevaarlijk is, echt gevaarlijk voor hunzelf, maar met name ook voor de omstanders, dan gaan we ze uiteraard aan de kant zetten. Ja, dus alles is natuurlijk, blijft gewoon met feiten, omstandigheden en de situatie. Juist. Ja, dat is het belangrijkste. Oké, Niels, we zijn dus bij een eerste meldingje. We rijden even naar deze kruising daar. Zien jullie je bouwwatch? Ja, dat kennen jullie natuurlijk, de beveiliging van de camera toezicht. Die is extra neergezet voor het evenement, geloof ik, hè Niels? Ja, ze willen hier denk ik zicht houden op het verkeer voor zaterdag zondag. Dit is wel een belangrijk kruispunt. Er komen heel veel motorrijders en auto's van achter ons vanaf het circuit gereden binnendoor. Mm-hmm. Die zullen hier de weg op moeten. En er waren klachten dat dit ding dan vol in het zicht zou staan. Deels is dat waar. Dus ik moet wel even zeggen, nu, want net staan we een stukje naar links natuurlijk. Ja. Naar achter, om voor, ja, de kijker. Voor de kijker links dan. Precies. Toen viel het wel mee, want je kunt redelijk langs kijken wat er aankomt. Maar als je, ja, hier staat te wachten. Nou snap ik wel een beetje wat ze bedoelen. Want als je, ja, dan die fietsen zo ziet. Ja, maar als dat een brommer is die ook mag rijden, dan word je er wel over verrast. Ja. Als je wil gaan kijken, zul je je neus op het fietspad moeten. En dan komt hij pas. Er, ja, komt nu een brommer aan namelijk. Of niet? Nee, daar komen we aan, nee, toch? Oh, dat was een auto. Sorry, hier zie ik. Ik vergis mezelf al. Kijk nu. Ja. Oké, maar hier gaat de gemeente over, toch? Of de organisatie van het... denk, we gaan zo eens even met de organisatie bellen. Even kijken of dat ding nog verplaatst kan worden. Iets naar achter zou anders. Juist. Ja. Helemaal lekker staat hij niet. Oké. Zo, we zijn inmiddels aangekomen op één van de locaties waar een extra politiepost is opgebouwd. Ik kan je voorstellen, er zijn geloof ik iets meer dan 14 campings. 14 campings waren toch, Niels? Of meer zelfs? Ja, ruwe schatting. Er zijn vast nog veel meer kleintjes. Maar waar we nu zijn is wel een van de hotspots waar echt grote campings staan met een hoop mensen. En heel veel gezelligheid en bier. Je zei dat die mensen hiervoor, dat zag ik, weet niet, heb ik trouwens nieuw beeld. Sommigen staan er al vanaf maandag of zo, dinsdag? Ja, die maken er vakantie van. Cool. Mini-vakantie. Nou ja. Hartstikke gezellig. Ja, dat is wel. Je hoort op de achtergrond misschien de muziek inderdaad al. Maar daardoor zijn er wat extra locaties en posten voor de politie opgericht. En we zijn op een van die posten en dan gaan we een bakje doen, denk ik. We gaan het bakje doen. Of water? Nou, altijd goed. Ja, zeg maar. Die melding gehoord van die Engelse motorrijders bij Leek. Er is een groep Engelse motorrijders nu op de A7, de hoogte van Leek, richting Groningen. Dus kun je donder op zeggen dat ze deze kant op komen. Nogal wat ASO-rijgedrag vertonen. Links en rechts inhalen over de vluchtstrook. Wij zakken in ieder geval even af. Je hoort het nieuws al zeggen, er komt juist bij de meldkamer een melding binnen van andere automobilisten. Dat een groep motorrijders zeer asociaal rijdt. En ik lees ook in de melding dat ze zowel links als rechts aan het inhalen zijn. Nou ja, links mag dan, maar rechts mag dan weer niet. Maar ook tussen de auto's door en door het midden rijden. Ze zijn rondomgeving Groningen, ze komen deze kant op. Dus we gaan even meekijken of ze nog wat kunnen aantreffen en kunnen waarnemen uiteraard. Oké, wat zeg je precies? Hij komt voorbij, toch? Oh. 3205. Ja, hij komt zo ook wel voorbij. Rijdt de auto met een aanhanger. De aanhanger die heeft de achterste twee wielen in de lucht hangen, boven de rijbaan. Die raken het asfalt niet. Dat is waar. Zo ver doorgereden. We gaan even kijken. Ja. Komt er nou aan volgens mij? Het spaartje wel rubber uit, hè? Even volgen laten zien, dan weet hij dat hij ons mag gaan volgen. Ja. Hij komt zo wat dichter. Dag heer, Niels Hoogma. Het valt op dat de achterwielen loshangen van het asfalt. De kar zit heel schuin, hè? Mag? Ja, tuurlijk, kom kijken. Deze doet eigenlijk niks, hè? Mm-hmm. Oh.
En... Moet je niet kijken, hè? Moet je spiegelen. Ja. Nee, dat ziet u niet, ja, maar als u hem erachter hangt wel. Op deze manier, uw trekhaak zit eigenlijk te laag voor deze aanhanger. En het probleem is, als hij niet helemaal lekker koppelt, of er zit een ruimte in de koppeling, schiet hij heel makkelijk eraf. Daarom moet hij altijd dus die negatieve koppelingsdruk hebben. Dus hij moet altijd een beetje zo. Hoe kan dit nou, Niels? Waarom denk je? De trekhaak zit gewoon te laag eigenlijk voor deze aanhanger met de koppeling. En je ziet ook deze banden, die zijn heel oud. De droogtescheur al in zitten. Droogtescheur, ja? Oude banden? De oude banden, die moeten er eigenlijk af. Je ziet hier al dat de scheuren er gewoon in komen. Dat kan, zeker als er een zware lading in ligt, kan dat gewoon een klapband geven een keer. Niels controleert er even het voertuig met de aanhanger en de papieren erbij. Dat is verder allemaal in orde. En wat betreft de aanhanger, het is allemaal een beetje op de grens van... technisch is het niet helemaal het beste spul of de beste kwaliteit meer. Maar het is wel op de grens wat wettelijk mag. Dus het is meer een adviesgesprek voor jou. Zorg dat je je spullen gaat vervangen. Want in deze daags is het gewoon niet veilig genoeg meer. Dus daar hebben we eigenlijk meer een corrigerend of waarschuwend gesprek op. Wat betreft de druk van de koppeling, maar dat gaan we straks even Niels vragen. Later volgens mij ook bij een waarschuwing. Maar dan ga ik bij Niels even zo vragen hoe dat precies zat. Niels zit weer in de auto. Ik heb net de kijker geprobeerd uit te leggen wat we gedaan hebben, maar ik kwam er niet helemaal uit. Die aanhanger qua wielen was het gewoon technisch, ja, juridisch mag het nog, maar het is gewoon niet helemaal meer het beste spul. Zeg dat goed zo, denk ik? Klopt, hij zit echt op de rand van wat nog mag. Ja, daar komt ja. het eigenlijk op neer. Oké, okay. Dat goed uitgelegd, yes. Hey, en voor die koppeling, de druk, die was ik even kwijt. De druk van de... Hij moet altijd een negatieve koppelingsdruk hebben. Dus hij moet rusten op de trekhaak. Het mag nooit zo zijn als je hem losmaakt dat hij gelijk omhoog schiet. Ah, dat was in dit geval. Daar hebben we nu een waarschuwing voor gegeven, denk ik toch? Ja, en hij gaat nu een hoop lading voor in gooien, zodat hij gewoon meer koppelingsdruk krijgt. En dan is het in principe goed. Heb ik het al redelijk semi goed uitgelegd, dus daar ben ik wel een beetje blij, want mijn verkeerskennis is niet helemaal weggezakt. Ondertussen hebben we ook een andere melding gehad, en meldkamer ook zeggen, dat TomTom zegt dat we er zijn. We hebben een melding gehad van een voertuig dat gevaarlijk, dat met pech staat, maar zodanig gevaarlijk dat het gevaar en hinder veroorzaakt. Beetje een dubbele zin, maar in ieder geval we zijn ter plaatse en we gaan eens even kijken wat we kunnen doen. Nou, we kregen dus een melding dat er een voertuig gevaarlijk zou staan. Ja, ik zou bijna zeggen, oordeel zelf even. Die mevrouw zat redelijk, eigenlijk heel goed op de vluchtstrook en nog netjes in de berm. En je kunt hem misschien een beetje rechtsonder zien. Tenminste, het is linksvoer bij het voertuig, maar rechtsonder op beeld. Het heeft een lekker band. En in ieder geval de ANWB of de garage is onderweg. Ja, en ik denk voor de veiligheid dat wij hier niet veel meer hoeven te doen. Dat is nog een snelle service. We staan hier nog geen 5 minuten, Niels, en de berger is al. We gaan nog sneller dan verwacht. De berger is al ter plaatse, dus we gaan het gele vestje weer uit doen en dan gaan we weer rijden. Wat, ik weet eigenlijk niet of ik het was eerder verteld heb, maar op de snelwegen hebben we zogenaamd incidentmanagers. Incidentmanagers zeg ik dat echt? Incidentmanagement. En dat wil eigenlijk zeggen, volgens mij is dat voornamelijk vanuit de Rijkswaterstaat. Ik stap ondertussen even in. En dat betekent zodra er iets op de snelweg is, dus voertuigen die pech hebben of een ongeluk is, dat er politie wordt aangestuurd, de bergen, maar ook Rijkswaterstaat, om de voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg af te halen. En dingen zoals formulieren, of schade of een eigen garage, dat soort zaken afgehandeld kunnen worden, maar buiten de snelweg om. Dus zo snel mogelijk van de snelweg af. En bijvoorbeeld naar een parkeerplaats of een carpoolplaats of naar de berg zelf. En dat van daaruit verder de administratieve handelingen worden gedaan. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed heb uitgelegd. Dan gaan we nu weer verder. Ja? Zullen we een selfie maken? Jij dacht, hey, ze moeten toch keren? Dan, Ja. We gaan even een motor meenemen. De verlichting niet helemaal nodig is, tenminste lijkt het. Ja, die hebben een lampje voor. Wat ik even wil gaan bekijken, de koplamp. Lijkt me een Suzuki TLR.
My eye fell on your headlight. I thought it might. There's a foley on it. Yeah. It's 97 light. 97%? Yes. So okay. That's fine. Okay. But just, I saw it and think, well, just have a look. Yes. See what's wrong and or what's right. So, it's fine, right? Well, just go on. Okay. It's fine with me. Just curious about that. You know where the sports plus? Zo, face nummers. Zou ik alvast even het rijbewijs mogen hebben van jou? Vind je het goed dat ik beelden maak? Of zijn er mensen die zeggen dat heb ik liever niet? Ja, tuurlijk. Altijd. Oh, ja, ja. Ik kijk jou op de zondag. Kijk, vind ik leuk om te horen. Die kerm is vermin. Oké. Okay. Je slaapt er nog wekelijks in. Ja. Zo zie je er nooit, hè? Maar je hebt niks bij je waar je naam op staat? Iets anders? Ja, wel wat anders. Kijk, dan kunnen we er nu al eventjes bij langs lopen. U heeft geen E8B rijbewijs. Nee. Maar hij heeft toch wel een probleem nu, denk ik. Niet? Maar, ik zeg, leef je uit. Als hij lang duurt, dat is niet goed. Aantje? Aantje. Ja, dat is te veel dan. Oh, veel te veel. Oh. GF. Oeh, GF. Wat staat dat? Dat is nog hoger. Mag je dat ook een keer doen? Verklaring. Je bent niet het antwoorden verplicht, zoals dat zo duur heet. Ja. Sterker nog, je mag een advocaat bellen en raadplegen hoe en te wat. Nee. Ik denk niet dat het nodig is, maar wat mag ik als reden noteren dat jij rijdt zonder rijbewijs? Ja, ik dacht dat dat mocht. Oké. Ik dacht dat ik onder het toegestaande gewicht zat. Dus Noorwegen. We gaan dus nu even deze motorrijder meenemen, want die heeft zijn kentekenplaat bij een horizontaal motor zitten. En je hebt al een taal ingesteld. Zeg eens. Welke taal? Volgen. In het Engels. In het Engels. Dan kunnen we even kijken of hij het door heeft. Ik denk het wel. Ja, hij heeft het wel door. En hij gaat mee. We stopped you because of the license plate, the number plate. Okay. So I don't know if it's bent or not. A factory setting like this. Is it? No, it isn't. The angle has to be allowed at the max of 35 degrees. Yeah. So that's about this. It's hard to read if we drive behind yes. you. Yes. So it has to be a bit more okay. like this. I'll do it tomorrow. You won't get a fine now, but just... Take it tomorrow. Do it tomorrow. Yeah? Thank you. Enjoy your stay here. Steven, Aartje. Die cam is in Assen. En waarvoor is het? Voor de TT. Voor de TT. En gaan jullie ook bij de TT kijken? Ja. Okay. Alleen zaterdag. Alleen zaterdag. En waar zijn jullie al in geweest vandaag? De achtbaan. Van alles. Van alles? Oké. Okay. Nou, dan gaan wij weer een beetje toezicht houden. Dan wens ik jullie veel plezier, ja? Doeg! Vragen ze? Nee, ik zei het. 0-0, slachtoffer heeft een schothond. Schothond? Schothond? Schothond. We zijn inmiddels weer met vervolg. Dit was wel op
apart eigenlijk, want wij liepen op de kermis en een hoop jeugd aangetroffen die mij en Niels herkennen. Wat was dat? Vuurwerk. Oh, vuurwerk. Ik dacht feest, dat iets... Feest, ja, nee, oké. Okay. Ben je klapband aan? Ja, ik was helemaal gefocust. Ik dacht, ik word een knal, maar inderdaad nu iets zegt vuurwerk. Maar we liepen dus op de kermis om een verhaal af te maken. En goed, een aantal jeugdigen of in ieder geval mensen tegengekomen die het leuk vonden, die onze video's keken. En nou, wat foto's gemaakt. En toen was, en hoorde ineens op de Porto dat een incident plaats was gewonnen waarbij iemand was neergeschoten. Dat was allemaal een beetje tegelijkertijd aan de andere kant van, ik noem maar even, de kermis gebeurd. En de verdachte was ook gelijk aangehouden, heel veel collega's te plaatsen. En uiteindelijk blijkt het niet zo extreem te zijn van dat het echt in het wild geschoten is. Dus dat wil ik gelijk even benadrukken. Het is een beetje uit de hand gelopen ruzie. Blijft niet feit weg, zo goede zin, maar het blijft niet... Het neemt niet weg dat het, ja, er is wel gewoon geschoten en er is iemand met een schotwond nu naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat konden jullie ook zien op de beelden. En we hebben even de straat moeten leegvegen om ruimte te maken. Of leegvegen is een groot woord ook weer. Maar even leeg moeten maken, ruimte moeten maken, zodat alle hulpdiensten aan de slag konden gaan. En toe te voegen, hey Niels, want ik vertel het hele verhaal wat te vertellen. Ja, dat doe je hartstikke goed. Ja, maar dat is ook jouw vak. Kijk, zoiets als een evenement met TT als er gebeuren dan dit soort ruime incidenten? Grote incidenten? Nou, dat er geschoten wordt, absoluut niet. Dit is echt gewoon bijzonder. Nee, dit is echt godzijdank een bijzonderheid. Het heeft eigenlijk helemaal niks met evenementen te maken. Het blijkt laten we dat voorop hebben. Nee, het staat los van het geheel zelf. Nou, in ieder geval, nu wij zijn weer het volgende ambulance met volg verdachten en slachtoffers zijn inmiddels ook allemaal weg. En nu gaat nog de OVD-P van de politie, maar ook de OVD-R van de recherche, die komen te plaatsen. Die gaan wat taken uitzetten en dan gaat de recherche onderzoek doen. En er zal waarschijnlijk forensische opsporing nog te plaatsen komen om ook onderzoek te doen. Dus dat loopt nu allemaal nog. Alleen daar kunnen wij niks meer betekenen. Wij zijn ook weer met volg. En waar gingen we nu heen? Wij gaan even naar het gemeentehuis. Mm-hmm. Daar zit het MST, het samenwerkingsteam zeg maar, van de gemeente, politie. Eigenlijk alle partijen, en nog veel meer uiteraard, maar alle partijen die betrokken zijn bij het evenement, die zitten daar bij elkaar. Die hebben zicht op alle camera's die hier zijn opgesteld in en om Assen. Ja. Dus we gaan even kijken hoe het er daaruit ziet. Okay. En MST, waar staat het voor? Multidisciplinair samenwerkingsteam. Uit mijn hoofd. Ik vind het mooi, we gaan het zo vragen. En we gaan die kant op. En het was het gemeentehuis, hoorde ik dat goed? Yes. Ja. Oké, okay. Het gemeentehuis van Assen, ik ben benieuwd. Ik ook. Ik moet het eerst nog zien te vinden. We hebben een navigatie voor geluk. Oh, ja. Bel die even, want we als code rood hebben. Je weet de oorzaak. Als je bereikbaar is, de rest. De telefoon doet helemaal niks. Oh. Er worden even wat wijzigingen in de plannen aangebracht. Momenteel is het SMT in... Kom in! Ja! Ik doe niet zo van. Jullie gaan allemaal feest vieren. Veel plezier. Gaan wij weer aan het werk. Dankjewel, hè. Later. Even een foto. Ja, tuurlijk. Zet ik hem nog even een foto. Yo, bedankt. Okay. Ja, schrijf aan. Succes, hè. Yo, thanks. Dankjewel. Oké. Zijn we weer, er was even wat verstoring tussendoor, maar wat ik wilde vertellen is dat we waren in het gemeentehuis, maar ze zijn nu een spoedoverleg tussen de burgemeester en in ieder geval de hoogste leidinggevende van de politie die aanwezig is en nog een aantal partijen. Het heeft waarschijnlijk, dat weet u niet zeker, te maken met die schietpartij die eerder plaatsgevonden. Omdat er nu een spoedoverleg is, was het even niet wenselijk dat wij daar langskwamen om te filmen en daar informatief praatjes te houden. Dus dat gaan we op een ander tijdstip doen. Dat zal dan niet in deze vlog zijn, maar ik denk in de vlog die we morgen of misschien ook morgen opnemen. Dus daar komen we nog op terug. En dan, hoe laat is het eigenlijk? Het is bijna 10 uur alweer. Bijna 10 uur alweer. Dan, waar gaan we nu heen? Gewoon een beetje toezicht op de wegen? Rondje over de wegen en nog even langs de campings, denk ik. Oké, nou, let's go. En dan krijgt hij stuit mee, dan gaat hij ook gewoon mee. Dan doet hij niks. Auto 0811. Wat is jouw motor? Ja, wat is jouw motor? Ja, alle motor. Ja, wat moet je dan?
impossible. Zo, we zijn inmiddels met het einde van de dienst aangekomen en we moeten natuurlijk even, dat kan Niels even doen, code invoeren. De dienstauto weer netjes volgooien zodat hij ready is voor de volgende collega's die ermee gaan gebruiken. We zijn inmiddels weer terug aan het bureau en het zit erop of niet, Niels? We hebben het weer gehad voor vandaag. We hebben het weer gehad voor vandaag. Precies. Zit nou een beetje een eerste goede TT-dag? Als ik het zo mag noemen. Het is een rustige goede eerste TT-dag geweest. Een rustige goede eerste TT-dag. Ja, het is niet heel veel geweest. Eén wel heel apart dingetje natuurlijk met de schietpartij. Ja. Maar verkeerstechnisch, grote complimenten naar de mensen. Dat is heel, dat is heel raar, is het dan niet. Maar goed, de grote drukte verwacht ik morgen pas. Ja, het is natuurlijk donderdag. Veel mensen zijn misschien nog, of misschien waarschijnlijk gewoon aan het werk. Ja. Dus morgen staat een goede grote toestel om te gaan beginnen. Lekker bezig. Ja. Maar we gaan ook 3 dagen meedraaien. Dus dit is de eerste dag die ik meegedraaid heb. Morgen is voor de kijkers al een andere dag zijn, maar dan is het vrijdag. Ja. Dan gaan we onopvallend rijden. Klopt. En dan zal het ook druk zijn met het verkeer. Dus zou ik zeggen, zie ik morgen. We gaan lekker naar huis. Ja, toch? Morgen weer een nieuwe dag. Gaan we dat doen. Dan wil ik jullie allemaal vast bedanken voor het kijken naar het eerste deel, de eerste video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later. Doei.